Goed. Ja. We zitten weer bij Frans Schot. En we gaan vandaag op zoek naar de geschiedenis van Deodatus. Deodatus was een kunstschilder en die woonde in Hoorn. Hoorn, heeft ja. hij alleen in Hoorn gewoond? Of? Toen hij in 49 op het eiland kwam, heeft hij ergens anders toen gewoond. Toen is hij gekomen? Ja, en in 53 is hij in het Kooihuis. Oké, dus hij heeft eerst nog ergens anders gewoond. Ja, in het huis waar Paulus de Boskabouter geboren is. Jean Dulieu. Jean Dulieu. Die is in 49 naar de wal gegaan. En, oh, dat heeft hij overgenomen. Ja, en in 53 kwam... Dat heet nu Oereboeroe, toch? Ja, Oereboeroe heet dat huis. Ja, bij Martin Vis daar. Ja, daar, ja. Links het oude kooihuis. Ja, precies. Ja, de kooiweg. Was die man speciaal naar de Schelling gekomen voor iets of was het zomaar? Nou, hij is waarschijnlijk een keer op de Schelling geweest op vakantie. En zijn vrouw en Jan, die waren helemaal weg van de Schelling. Dus hier wilde hij wonen. Okay. En daar kon hij ook zijn... Er was ook een inspiratie voor hem, voor zijn schilderijen. Maar okay. allereerst wil ik even zeggen dat het hartstikke leuk is dat jij met de Schelling TV... onze oude kunstschilder even voor het voetlicht brengt. Want er wordt niet zoveel aandacht meer aan hem besteed. Maar het was best wel een groot kunstenaar. Ja, nou, hij was een van de bekendste op de Schelling. Maar ook elders in het land. Ik heb ooit een keer een stel leerlingen van de kunstacademie uit Amsterdam. En toen vroegen ze naar Deodatus. Kennen jullie? Ja, zeker, die kennen we. Want er wordt op de academie wordt de naam wel eens aangehaald. Ik zeg, goh, wat leuk, want dat wist ik helemaal niet. Ja, want er is in verschillende exposities in musea is veel werk van hem te hangen, te zien. Hij is in Zulte, bij Rolden in Denen. In Denen, wat zeg ik nou? Delen? Delen? Nee, dan in, het was in ieder geval in Drenthe. Ja. En daar is hij geboren, in 1914. Hij is in 38 naar de kunstacademie gegaan in Amsterdam. Tot in de oorlog, maar daar vond hij Amsterdam een beetje onveilig. Het was daar niet... voelde zich niet op zijn gemak. Nee, hij denkt straks dan word ik opgepikt en dan word ik te werk gesteld in Duitsland. Dus hij is in de oorlog weer teruggegaan naar Zulte. Ik meen dat het Zulte, zoek maar eens op de kaart. Maar maakt niet uit. En daar heeft hij gewoond tot, zeg maar, 49. En toen is hij met zijn vrouw op de Schelling terechtgekomen. Is gebleven, want hij vond het de inspiratie kon hij natuurlijk hier kwijt, hè, in zijn kunst. En hij is... heeft hij zich van top tot teen aan de kunst kunnen wijden en op een heel groot gebied. Elke kunstuiting heeft hij wel uitgeoefend. Olieverf, aquarel, etsen, pentekeningen. Hij was vooral heel erg in het etsen, hè? Dat was hij had een grote etsen-toestand staan in zijn atelier. Ik ben er eens geweest. Dat was trouwens heel leuk, want hij hield ook van de natuur. Hij had een paar gaten in het dak. Daar had hij een soort zeildoek hangen en dan konden de vogels, die vlogen door zijn atelier. Oké. Maar hij moest het water natuurlijk een beetje opvangen. Ja. En daar had hij ook houten beeldjes staan. Hij was ook beeldhouwer. Hij heeft ook het wapen van de Schelling heel groot uitgesneden. Dat hing in het trouwzaaltje van de Brandades. Oké. Hij heeft gewerkt met brons. Het naambord van... van het Jok heeft hij gemaakt. Oké. En hij heeft het beeldje gemaakt hier op de MAVO, dat wat in op het plein staat. Die sculptuur. Die vogel heeft hij ook gemaakt. Ja. Hij had natuurlijk ook graag het strippen Wiefke willen maken. Maar dat is toch een beetje aan hem voorbij gegaan. Dat vond ik wel jammer. Ja. Hij had ook wel kritiek op het beeldje. Ja, dat is natuurlijk dat is achteraf. Maar waar leefde die man van dan, toen hij hier kwam? Toen van de kunst al niet leven. Nee, daar kon je helemaal niet leven. Het was heel zwaar. In die beginjaren was het eigenlijk armoe. Maar toen hij les kon geven op scholen... was zijn broodwinning, zeg maar. Ja, zijn grote broodwinning was eigenlijk het lesgeven. Hij ging 3 dagen in de week naar de Wal, Leeuwarden, Harlingen... In Leeuwarden aan de academie. En tekenleraar aan de Zeevoldschool, Harlem. In Harlingen. En hier op de huishoudschool. Ja, daar heb ik les van gehad. Ik heb les van hem gehad.
Op de huisartschool. Ja, want het was toch... Landbouwschool en ja, de huisartschool, ja, zaten met bepaalde vakken zaten die bij elkaar. En dat was een Engels, aardrijkskunde en tekenen en dat soort dingen. Oh, dat wist ik niet. Ja. Dat is wel leuk. Hè? Want Jannie heeft er ook op gezeten, ja. Huisartschool. Want de meisjes die op de Schelling wilden blijven, ja, daar kon je alleen maar of naar de MAVO of daar naartoe. Ja, ja. Maar ik heb hier... hij heeft een hele mooie website en die is gemaakt door zijn dochter Katelijne en zoon Floris. Ja. Want ik werd een paar jaar geleden gebeld door Katelijne. Ze zei, weet jij of er veel werk is van mijn vader op de Schelling? Want ik wil een overzicht maken. Ik zei, nou, er is heel veel. Ik kan je zo een heleboel toemailen. Ja. En je kunt ook eens even in het depot van het behouden huis kijken. Ja. Want wij hebben in de tijd... Hij heeft nog een overzichtstentoonstelling gehad in 1985 in het behouden huis. Heb ik hem nog mee mogen helpen om het in te richten. En nou, daar was hij heel trots op. Dat was een hele mooie tentoonstelling. Helaas is hij in dat jaar daarna overleden. Dus hij kon nog gelukkig heeft hij nog genoten van zijn eigen tentoonstelling. Maar dat was niet zijn enige, want hij heeft aan de vaste wal ook ontelbare exposities gedaan. Ik heb die website heb ik bekeken. En daar staat dus een... Even kijken, hoor, dat vond ik wel wat die man allemaal gedaan heeft. Zijn werkweek, hè? Ja. Zijn werkweek zag hij tot aan zijn pensioen in 1979, buiten de schoolvakanties. Hij gaf les op de huishoudschool in Harlingen, de kustwachtschool in Harlingen, ambachtschool in Harlingen. En 's avonds gaf hij lessen aan de Vredeman de Vries Kunstacademie te Leeuwarden. Woensdagmorgen volgden dan weer lessen in Harlingen, waarna hij vervolgens op de boot stapte om donderdagmiddag weer lessen aan deze huishoudschool te geven. Op de vrije dagen kon hij dan nog een beetje schilderen. Maar dan moest hij om 3 uur 's middags weer thuis zijn in zijn atelier, want dan stonden de badgasten al, die wilden dat atelier bezoeken en misschien wel wat kopen. Hij gaf gewoon rondleidingen ook over, en demonstraties over wat soort dingen. Hij heeft ook... Hij was voorstander van het kleinschalige op de Schelling. Dus hij was ook een van de oprichters van SOS. Hij vond dat... hij heeft een hele leuke tekening gemaakt van een toekomst... een visioen van de Dellewal. Okay. Nou, dat is precies zo uitgekomen. Ja? Ja, als je nu een foto maakt, dan is het precies die oude pentekening van hem. Maar ja, dat is natuurlijk... Ja, het eiland ging op, voer mee in de vaart der volken. Ja. Er was hier toeristenbusiness. Dus, dan kom je, dus er was een beetje wrijving met de bevolking en dat SOS. Ja, dat SOS is nog steeds. Ja, nog steeds. Ja. Maar ja, het is wel een beetje de vinger aan de pols van... jongens, zet hier nou geen grote flats neer in Duitsland en zo. Ik vind het ook, hoor. Ja. Ik ben het helemaal mee eens. Maar goed, en hij heeft heel veel grafisch werk gedaan. Want hij was dus wel... Dat was wel zijn specialiteit, hè? Ja, heel veel logo's. Etsen en dat soort dingen. Ja. En had er van die verschrikkelijk verfijnde pentekeningen. Ja, heel mooie kleine... Ja, natuurlijke dingetjes. Hele kleine dingetjes. En die etste die zelf, ook gewone pentekeningen. Daar is heel veel van. Hij maakte prachtige nieuwjaarskaarten. Ja. Heel veel kennissen die kregen elk jaar een eigen gemaakte nieuwjaarskaart. Ja. En later is hij in de 60e jaren ging hij ook wat meer, wat vrijer tekenen. Maar hij hield zich wel bij het impressionisme. Hij was echt een impressionist, net als Van Gogh. Ja. En wat ik nou zo gek vind, als je een schilderij van Deodatus ziet... Nou, dat zou ook een Van Gogh kunnen zijn. Maar de signatuur maakt uit of mensen het willen hebben of niet. Ja, precies. Dat is heel raar, want er is laatst een tekening van Van Gogh verkocht voor 8, zoveel miljoen. 8, zoveel miljoen, ja. Nou, omdat er Van Gogh onder staat. Ja. Kijk, en dan moeten ze met een loop zien, is het wel een Van Gogh? Ja. En dan, oh ja, het is een echte, en dan... Maar de kunstwereld is toch een... Ja. Die wordt natuurlijk beheerst door netwerk. Ja, precies. Als je netwerk hebt, dan ben je de helft verder. Hè? Ja, zeker. Want het gaat om investeerders die jouw werk kopen. Dat is het. Er is een modern kunstenaar in Amerika. Die verkoopt er voor 150 miljoen. En dat is gewoon... hij laat het verder. Ja, maar dat is... Maar dat,
Dat zijn ook beleggers die willen materiaal hebben, die waardevast blijven. Ja, dus die tillen dan één persoon op. Ja. En die maakt het. Ja. Ja. Maar kun je daar ook wel eens een keer een vraagteken bij? Ja, dat vind ik ook. Ik vind Deodatus, wij hebben echt een hele mooie collectie. Je kunt misschien wat leuks laten zien tijdens de uitzending. Dat grafische werk kan je ook. Hij maakte advertenties voor hotels, voor winkels, logo's. De Mietbringer heeft hij toch ook gedaan? De Mietbringer heeft hij getekend. En de tour voor de Terschellinger Club aan de Wal. Wandeltochten? De wandeltochten. Want dat deed hij ook, hè? Ja, zeker. Daar zat hij ook in. Als posten en als en die medailles heeft hij volgens mij ook ontworpen. Ja, hij heeft heel veel wat de mensen eigenlijk niet meer weten. En daarom vind ik het leuk dat je er nu aandacht aan besteedt. Want dan krijgt hij weer een beetje... Ja. Het was een hele aparte, hij was Sudovisch kwartel. Ja, de Van Jongs af aan. En dat speelde een part ook bij het lesgeven. Dat denk ik ook. Het was op de huisartsschool een drama. Ja. Was dat. Ja, want ik heb nog meegeholpen met zijn expositie in te richten. En we moesten echt elkaar aankijken van die moet daar en die moet daar. Hij bepaalde, hij heeft ook zijn eigen affiche gemaakt toen. Dus dat was wel moeilijk om want hij dronk dan ook wel eens een bakje koffie. En dan moest je echt aankijken, want hij verstond dat. En als hij het museum binnenkwam, dan zei hij altijd... Hé, daar komt Deodatus aan. Want zijn gehoorapparaat begon te piepen. Ja, begon te piepen van de herrie. Ja, is leuk hoor. En vooral de nieuwe generatie hier, ze kennen misschien de naam Deodatus wel... maar ze weten niet meer wie het is. Dus het is wel leuk dat het nu weer een beetje in de belangstelling komt. Werden er ook werken van hem aangekocht door musea? Dat was een heel vreemd verhaal. De weduwe Deodatus, die woonde in Drenthe. En die had een gigantische collectie. Olieverf, aquarel, van alles. En die had gebeld naar iemand op de Schelling. Ik zoek een verkoopruimte. Voor mijn, want ik wil al het werk verkopen. De kinderen die hadden ook al een collectie uitgezocht. En toen hebben wij aan haar gevraagd... mogen wij, voordat het op de Schelling komt... willen wij ook even kijken wat we een museum aan kan kopen. Nou, dat is het leuk, komt u maar. Dus Gerald de Weert was toen conservator. Wij in de auto naar die mevrouw. En die kamer stond helemaal vol. Alles netjes en alles opnieuw ingelijst. Het was ook getaxeerd, maar dat was niet de goede taxateur, want het was veel te goedkoop. €300 voor een olieverfschilderij. Ja, nou, dat is belachelijk. Ja. Maar goed, wij zeiden tegen haar, het moet eigenlijk best wel duurder. Nou nee, dat hoeft voor het museum niet. Dus toen hebben we van alle technieken hebben we er een aantal aangeschaft. Okay. Dus die zijn nu op het museum, op depot. Ja. En die worden ook wel... ze nu en dan geëxposeerd. Ja. Maar dus vandaar dat Terschelling een hele mooie collectie Deodatus schilderijen heeft. En ook privé, want ik hoor, jouw vader heeft ook één of twee van Deodatus. Ja, ja. Oh, wat leuk. Nou, gekocht in het Spinsel, want alles wat over was, dat is naar het Spinsel gegaan. We hebben het nu over Gerrit Moes, hè? Ja, Jan Moes, want die staat achter de camera. Ja. Nou, toen hebben heel wat eilanders een werkje van Deodatus gekocht. Dus, en die foto's die heb ik ook allemaal naar de... Want hebben jullie een idee hoeveel schilderijen er zijn op de schelling van hem? Of niet? Nou, ik denk wel... Honderden? Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel een paar honderd. Ja, dat moet haast wel. Want schilderde hij ook in opdracht? Net als wat jij ook wel doet. Ja, portretten of huizen of weet ik wat. Ja, er was een hele leuke opdracht bij. Er was iemand, ik noem de naam niet... Die had op het strand gewandeld, te jutten. En toen zag hij een naakt meisje in de branding. Aha, een zeemeermin. Ja, dat vond hij zo. En toen is hij naar Deodatus gegaan. Ik heb zo een mooi beeld voor ogen. Wil je dat voor mij? En dat heeft hij gedaan. En dat tekeningetje staat misschien ook wel op die website. Een meisje in de branding. Oké. Okay. Het is volgens mij een linoleum of linoleum snede. Oké, dat is ook een druk. Ja, dat deed hij ook. Hij deed ook houtsnijden en... al die posters die hij voor het museum heeft gemaakt, heeft hij allemaal met de hand uitzicht. Ook de letters. Nou, op één zo'n poster, daar heeft hij misschien een hele ochtend zitten snijden. Ja. En allemaal, dat was allemaal vrijwillig werk hoor, want het museum stond... Ik heb ook
linoleum snijden bij hem gedaan. Ja. Dat vond hij prachtig. Ja, zeker. Van de dikke kurk linoleum. Ja, ja. En we waren aan het snijden, ja. Wat leuk. Hartstikke leuk, ja. Nee, het was een buitengewoon... Hij had een groot oeuvre in de bestand. Een oeuvre. Nee, leuk. Ik weet niet eens hoe dat schrijft, jij. Nee, ik ook niet. Dat zoeken we op. Die zoeken we op. Oeuvre. Oeuvre. Mensen, een suggestie hebben, mail het vooral naar info@deschelling.tv. Ja, prachtig. Mooi. Hij was ook al voorzitter van bepaalde clubjes. Ja, zeker wel. Hij heeft ook heel veel decors gemaakt. Voor toneelstukken en zo. Ja, hij heeft ontwerpen gemaakt voor de plattelandsvrouw. Handwerk ideeën. Hangt in de kerk van Hoorn een handwerkstuk van, door vrouwen gemaakt, maar dat ontwerp is van hem. Oké. Okay. Ja, dat deed hij ook. Dus het was wel heel breed. Ja, het was heel. Hij was helemaal in het sociale leven van Terschelling. Ja, ja, ja. Iedereen kende hem ook toen in die tijd. En, ja, na 86 is hij wat in de vergetelheid geraakt. En daarom de nieuwe generatie. En cultuur is zo belangrijk, hè? En niet alleen schilderen, ook muziek, het dansen, de volkskunst, gespekte matten maken, houtsnijwerk, ook door hem geïnspireerd. Heeft hij een rol gespeeld in de ontwikkeling van ons culturele leven op de schilderij? Jazeker, heel veel. Ja? Ja, ik vind dat hij heel belangrijk is geweest. In wat voor opzicht? Nou, in de... Inspiratie? Inspiratie opdoen. Heel veel kinderen hebben les van hem gehad, zijn ook door blijven schilderen en... En ook het verenigingsleven heeft hij inspiratie gegeven om leuke dingen te... En ook dat handwerken van die vrouwen. Heel veel ontwerpjes hebben ze door hem gemaakt en ook nagemaakt. Ja, 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 ja. Dus hij is wel heel erg belangrijk geweest. Dus hoe lang heeft hij hier gewoond? 50 jaar? Een beetje? Hij is vlak na de oorlog... Tot zijn dood, 1986. 86, oké. Okay. Ja, dat is een dikke 40 jaar. Ja. Hij is eigenlijk de enige schilder die zijn hele werkzame leven op de Schelling gewoond heeft. Want we hebben heel veel kunstenaars gehad hier. Die zijn allemaal weer weg. Ja, ik kan nog een hele belangrijke noemen. Jij bent het ook nog. Ik blijf hier misschien ook. Jij bent ook je hele werkzame leven toch op de Schelling als kunstenaar, of niet? Maar ik, in de vorige... daar praat hij een beetje overheen. Maar het is wel zo. Vorige keer in Terschelling in de Kunst ben ik vergeten, Rob van Assen. Weet je nog, die had hier een geschilderd panorama in de boerderij waar Rob Mier gewoond heeft. Okay. Dan had hij in de schuur... Een soort panorama van Mesdag of zo? Ja, en dat was een het eiland, een rondblik op het eiland. En met zand en ook opgezette vogels en dat ging over in het schilderij. En Rob is een kunstenaar, een groot kunstenaar aan de wal geworden. Heeft heel veel, de walvisvaart heeft hij helemaal geschilderd. Ik geloof al 100 schilderijen over de walvisvaart. Heb je het dan over de historische walvisvaart? Of, de historische walvisvaart? Nee, dat kan al niet meer. Maar dat gaat nu met laserguns en zo. Nee, het is de historische walvisvaart. Oké. Okay. En hij heeft voor heel veel natuurmusea, tot in Scandinavië toe... heeft hij muurschilderingen gemaakt van walvissen en dolfijnen. En... Dus dat is... die heeft ook een poos op de Schelling gewoond. Hij was getrouwd met een Terschellingse, een schaap. Oké. Okay. De zus van Sarah Schaap, weet je, die overleden. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. En die is ook weer met zijn vrouw naar de wal gegaan. En daar heb ik dus mee op school gezeten. Ja. Die zat bij mij in de klas op huisartschool. Ja. Sarah's zusje. Ja. Maar goed, dat was even een aanvulling op vorige keer. Want ik was Rob van Assen toen vergeten. Hè, terwijl het ook voor Terschelling een heel belangrijke kunstenaar. Ja, 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 ja. Heeft ook de Holland geschilderd en de Friesland. Echt hele mooie realistische schilderijen. Geen imperialist? Dat was echt een realistisch. Impressionist bedoel ik? Nee, dat was echt realistisch. Realistische schilder. En... een vakkundige, een professioneel kunstenaar. Oké. Okay. En Deodatus, ja, die was meer... Deodatus was echt gericht op het landschap. Hele mooie duinen. Zoals dit soort dingen. Een beetje een herfstachtig landschap. Ja. Dit is uit 1979. Dit is een Deodatus. Dit is een Deodatus.
echte Deodatus. Ja, hij schilderde ook heel veel bloemen. Een prachtig schilderij van duindoorn heeft hij gemaakt. En ook landschapjes met de kerk van Mitsland, de kerk van Hoorn. Hij was echt op het landschap gericht. Ja. Heeft hij geen portretten geschilderd? Bijna niet? Ja, heel mooi. In zijn examentijd heeft hij een portret geschilderd van een Indische man. Okay. Nou, dat is wel figuratief. En hij heeft een zelfportret geschilderd. Ja, er zijn wel veel portretten van hem, hoor. Ook toch en wel. Mooi, ja. Maar op de Schelling niet veel, dacht ik. Nee. Maar die zijn wel te vinden op zijn website. Oké. Okay. Dus, resume. Een alweer meer dan uit het oog verloren kunstenaar die de Schelling op de kaart heeft gezet. Als het gaat om cultuur en schilderkunst. Ja. Dan moeten jullie allemaal naar de website van Deodatus. Ja, dat zal ik zeker doen. Want het is erg interessant en prachtige schilderijen. Ja. Nou, die hebben we dus al nu gezien, zo ondertussen. Ja. Mag ik je weer bedanken voor deze toelichting op het leven van Deodatus. Hoe heet hij voluit eigenlijk? Jan Adrianus Deodatus. Jan J.A. Hij signeerde vaak met J.A.D. Oké. Okay. Maar dat schilderijen gewoon met J.D. Of alleen maar Deodatus. Ja. Okay. Frans, bedankt. Oh, nou, ook bedankt namens Floris en Katelijne. Ja.